Vandaag zenden we het tweede deel uit van de reportage rond beeldend kunstenaar Richard Smeets uit Heijen. En denk van, jongens, wat heb je nodig? He, een oud soepblik en die mannen maken muziek. Fantastisch, waarom kan ik dat niet? Bij een aantal schilderijen krijg ik meteen ideeën, associaties. Sommige laten zich voor mij lezen als een soort muziekstuk. Andere veel meer als een sfeer. Dus dan is het een duiding van een stijl of een geluid. En het mooie is bij dit project dat ik krijg geen opdrachten. Het is niet zo dat ik 5 schilderijen krijg of 10 en daar muziek bij moet maken. Maar ik mag zelf kiezen welke schilderijen mij tot de verbeelding spreken daarin. En daarmee wordt het dus veel persoonlijker. Het wordt veel meer mijn persoonlijke interpretatie van Richard zijn werk. En daarmee wordt het ook mijn muziek. Anders dan dat het een muzikale verbeelding is van zijn werk. Zeg maar, het is geen illustratie van wat hij al gemaakt heeft. Zo denk ik dat het werkt. Nou ja, het bijzondere van het project is dat blijkt, dat verzin je niet, maar dat blijkt dat in het begin de concreetheid en de hele, zeg maar, basale uitgangspunten van Richard, dat die al werkende met ons, ook dat die basale punten bij Richard veranderen. Als voorbeeld, als hij begint met piano of cello, heel concreet, en wij gaan uiteindelijk dat veel algemener en veel abstracter verklanken, dat hij dat beeld ook abstracter en diffuser neer gaat zetten. En het wordt meer een totaal impressie, waarbij de directheid en het concrete van een cello of een piano verandert. En dat is mooi van het project. Als kunst, en dat valt voor mij dan ook de muziek onder, niet meer subjectief is, dan wordt het een kunstje. Dus als ik een objectieve waarde zou kunnen schilderen waaraan een muzikant een absolute toonsoort of een absolute ritme of een absolute melodie aan moest koppelen, ja, dan was het niet nodig geweest wat ik doe. Dus mijn verhaal is hartstikke subjectief. Het verhaal van die uitvoerend, van de componist is hartstikke subjectief. En zo zal het verhaal van de uitvoerend muzikant ook subjectief zijn. Maar dat wil niet zeggen dat we met z'n drieën niet in gesprek zouden kunnen raken en het kunnen hebben over wat hij voelt, wat ik voel, of wat hij ziet en wat ik zie. Richard weet een hele mooie verbinding te maken tussen zijn kunstenaarschap en hoe je dat in de samenleving neerzet. En dat is de essentie hoe hij kunst tot wasdom wil laten komen. Het bijzondere was dat ik mijn leven herbeleefde. En dat deelde met het leven wat Harry beleefde, in dezelfde tijd, dezelfde periode. En dat hij het anders beleefde, waardoor ik ook weer anders naar mijn leven ging kijken. Ik denk dat dat de juiste formulering is. Nou, onder andere door Richard en door mijn vrouw ben ik meer gaan kijken naar moderne kunst. We bezoeken regelmatig moderne kunstmusea en andere gelegenheden. En dan zie ik zoveel oppervlakkigheid in werken, ook van grote namen. En dan vergelijk ik dat met wat ik in het werk van Richard zie.
En dan heb ik heel grote bewondering en respect gekregen in de afgelopen jaren voor wat Richard doet. Voordat ik het uit een treuren heb behandeld, want dat vind ik wel, ik ben er nog niet mee klaar, met tafelgesprekken overigens wel, maar ik heb het ook nog uit een treuren beleefd. En daar word je wel eens verdrietig van. Dan kan ik me voorstellen bij de tafelgesprekken, als je ze ziet, dat is een zwaar onderwerp. Hoe ben je daar opgekomen, dat onderwerp? Nou, als ik het, door kort door de bocht, hè, door oud te worden. Gewoon, we maken het allemaal mee, we komen het allemaal tegen, we zitten in gesprek met mensen, goede vrienden. En er gebeurt iets, en niet alleen de avond is naar de knoppen, maar de vriendschap is weg. En ik denk dat iedereen in zijn leven dat meemaakt, soms één keer, soms twee keer. Ik heb het ook meegemaakt. En dan moet je daar als schilder, wil je daar iets mee? Hè? Ik ben steeds meer van te dromen dat het enige waardevolle van mijn kunstenaarschap is dat wat ik maak van mij is. Dus ook het verhaal. En ik moet het doorleefd hebben. En ik moet het dus zo dicht mogelijk bij me vinden en zoeken. En op het moment dat dat onderwerpen betreft die pijnlijk zijn, wordt het haast therapeutisch. En dat is bij de tafelgesprekken ook. Het is iets wat me overkomen is en waar ik mee zat en wat ik dacht, als ik erover ga schilderen, krijgt het zijn plek. Als je hier 1000 werken neerhangt, dan haal je dat van Richard eruit, ja. Meteen? Ja. Alle thema's die ik in het verleden geschilderd heb, ik werk thematisch, kom ik tot de ontdekking dat er nooit één antwoord is. Je stelt als schilder een probleem, je stelt een vraag of je wil iets vertellen. Maar er is zo ongelooflijk veel nuancering waar ik niet aan toe kom als ik het jou moet uitleggen. Maar waar ik in een schilderij veel makkelijker aan toe kom. Ik heb, als ik het verhaal vertel, dan heb ik de neiging, denk ik, om heel gechargeerd te praten. Zwart, zwart, wit, zwart, dat maakt de zaak duidelijk. In mijn schilderijen ben ik veel meer op zoek naar die nuance. En om die nuance te vinden, moet je veel vaker die formulering herkauwen en zo neerleggen en zo neerleggen. En dan heb je heel veel nodig om tot een beeld te komen. Het is dus ook niet dat het vooraf gemaakt wordt. Het ontstaat allemaal door elkaar. Ik ga naar papier, ik ga naar het doek, ik ga vanaf het doek naar een ander papier, ik ga van het papier weer naar het andere papier en ik ga weer terug naar het doek. En ik ben met één schilderij bezig en als het af is, heb ik er 20. En dan heb ik vaak ook het gevoel dat ik het verhaal verteld heb. Nou, dat Richard een kunstenaar is die een mooie verbinding weet te maken tussen kunst en hoe ervan te leven. Ik wilde nou een boek schrijven. En een verhaal schrijven in dat boek wat mij overkomen is. Zoals ieder mens vanaf zijn jeugd dingen overkomt en als je ouder wordt dat je dat gaat vertellen aan je kinderen of aan je vrienden of aan je familie. Zo wil ik het vertellen. Gewoon wat me overkomen is. Proberen te ontdoen van valse romantiek, proberen te ontdoen van alle charmes die er om het kunstenaarschap heen hangt en van alle kwalificaties die er worden gegeven. Ik kan niet beter als dat ik doe. En het verhaal, gelukkig is het gecorrigeerd, textueel, dus op taalfouten. Maar voor mij hadden ze erin mogen blijven staan. Ik maak taalfouten, u ook. En dat mag. Je wil het natuurlijk niet, maar het mag. Want het boek is, zoals ik ben, zoals mijn verhaal is, gewoon een jongen van nu. Die denkt iets moois te hebben meegemaakt, namelijk zijn leven. En ik heb een bijzonder leven gehad. Als morgen afgelopen is, dan heb ik het tot dan wel heel mooi gehad.